Maar dat zat er vandaag niet in, hè? Nee, klopt. Een hele zure avond, denk ik. Zeker, ja, als je de derby verliest. En ja, ik heb al in andere interviews gezegd, als je op zo'n manier ook verliest. Ja, wij hebben gewoon ons niveau niet gehaald vandaag. Maar wat lag het aan vandaag? Ja, de basis was gewoon niet goed genoeg. Gewoon bal naar de goede kleur spelen. Ik denk de tweede bal erin, effect voor de tweede bal. Dat hebben we gewoon allemaal niet gedaan vandaag. En uiteindelijk, ja, de basis gaat je gewoon... Gaat je eigenlijk gewoon wedstrijden winnen. Als je de basis gewoon goed doet, dan is het makkelijk om een goede pot neer te zetten. Dus. We zaten eigenlijk in één moment in de wedstrijd, hè, vandaag. Nee, klopt. Net als ik zeg, ja, als je de basis niet goed doet en je speelt niet naar de goede kleur en tempo is te laag, dan is het moeilijk om wel in die wedstrijd te komen. Want ja, eerlijk gezegd, we waren wel fel en ze gingen goed druk zetten in het middenveld. En ja, we hadden daar gewoon moeite mee om daar ja, onderuit te spelen. En ja, net als ik zeg, ik denk... We zijn geen 1 minuut in de wedstrijd geweest, dus ja, dan is het sowieso een lastige wedstrijd. Vooral in de eerste helft was het een beetje lastig van beide partijen. Is dat toch een beetje spanning van zo'n derby? Ja, misschien wel de eerste 10, 15 minuten. Wij waren gewoon heel slordig. En ik denk hun ook de eerste helft. Het was echt weinig kansen beide kanten. Wij hebben niks gecreëerd, hun ook denk ik bijna niks. Dus ja, de eerste helft konden we eigenlijk allebei vergeten. Het was meteen omzet voor de tweede helft. En we hebben ook geprobeerd om van... formatie te wisselen, maar uiteindelijk, ik weet niet of dat goed heeft uitgepakt. Maar weet je, zulke dingen moet je ook gewoon proberen. En als de trainer denkt dat wij zo die wedstrijd gaan winnen, ja, dan denken wij dat ook. Alleen wij hebben het zelf ook gewoon slecht uitgevoerd. Ik denk ook in de tweede helft, dus de basis ook gewoon niet goed genoeg. En net als ik zeg, ik herhaal het weer, ja, als je de basis niet goed doet, dan wordt het lastig. Wat zegt de trainer in de rust dan tegen jullie? Ga toch met 0-0 de rust in. Ja, klopt. Ja, we konden alleen maar positieve dingen eruit halen. Want ja, je staat eindelijk gewoon met 0-0. Alleen ja, we konden alleen maar beter spelen. En dat heeft hij ook aangegeven. En zo gingen we ook de tweede helft in. Alleen ja, die twee goals vallen best wel snel achter elkaar. En dan ja, loop je achter de feit voor de hele tweede helft. En ja, net als eerst we hadden gewoon moeite om die kansen te creëren. En ja, dan wordt het sowieso lastig om te scoren als je dat niet kan. En jouw goal valt eigenlijk net te laat, hè? Ja, klopt. Ik denk 90ste minuut, dus ja, weet je, het is een beetje zo'n consolation goal, dus ja, eigenlijk telt het helemaal niks. Er zijn in ieder geval genoeg leermomenten om mee te nemen aan de volgende wedstrijd. Sorry? Er zijn in ieder geval genoeg leermomenten om mee te nemen aan klopt, de volgende wedstrijd. Klopt, ja. Elke wedstrijd als je verliest, er zijn alleen maar leermomenten tussen, dus net als je zegt, die moeten we gewoon meenemen. Geluk mogen we zondag weer. Precies, snelle wedstrijd.